Ik ben in Lapland samen met vrienden en wij gaan op zoek naar het Noorderlicht. Maar hiervoor moeten we natuurlijk eerst een hele hoop challenges doen. Waaronder de eerste sleeën is naar dat bevroren meer. Daarachter, oh daar gaat ie. We hebben ook nog een hele dag sneeuwscooter voor de boeg. We gaan met huskies, we gaan op zoek naar elanden. En we gaan een nacht in een soort chaletje en dan gaan we hopelijk het Noorderlicht zien. Want het staat al heel erg lang op mijn bucketlist. Goedendag, ik ben Freek. Danielle. Hoi, Koen. Koen. Daniel. Daniel. Vera. Vera, welkom. Dus, beste mensen, wij gaan vandaag op de full day sneeuwscootertocht. Exciting! Super nice. Dus wat houdt dat juist in? Deze sneeuwscooters die gaan wij dadelijk gebruiken. En we gaan ongeveer een goede 40 kilometer rijden. Ja, dus dat is best wel ver. Zoals jullie weten zijn we met een hele groep vrienden op zoek naar het Noorderlicht. En we zitten nu op de sneeuwscooter. Hier langs ons is een heel groot moeras. Daar ligt een dikke 50 centimeter laag ijs op. En daarbovenop ligt wel water. Dus je hebt sneeuw, water en dan 50 centimeter ijs. We zijn in Zweeds Lapland. En we gaan heel veel toffe dingen doen. Deze twee waren dus net van het pad af. Wat is er gebeurd? Ja, we vielen in het, hoe heet dat, overflow. We vielen in de overflow. Eigenlijk gingen ze gewoon van het pad af en ze vielen dus in het water. Ja. Maar de sneeuw is goed al achter, scheef. Ze moesten even wachten. En nou is de boy Tim. Van de sneeuwscooter, check. Het wordt alweer een beetje donker, misschien heb je dat al gezien. Het is hier maar een kleine 4 uur licht per dag. Ik ben heel benieuwd hoe dat eigenlijk gaat rijden in het donker. Ik ga nu achterop. Hebben we straks nog een kampvuurtje. Oké, we zijn dus met een hele groep huskies op pad. Of we gaan met een hele groep huskies op pad. En we gaan dus naar een cabin in the woods. Dus een klein huisje in het bos. We gaan dus zo meteen 2,5 uur met de hondjes door de natuur van Zweden heen. Dan hebben we dik een uurtje pauze. En dan weer 2,5 uur. Dus we beginnen het licht te komen aan in het donker. En we gaan morgen... Zeg maar een andere route terug, maar ook weer 2,5 uur heen, een uurtje pauze, 2,5 uur door. Plus minus, dus we zijn 2 dagen bezig met de sleden, met de honden. Dus we moeten ze ook echt verzorgen, dus dat is super tof. Of a fake determined shields and spears, vows of vigor of the
Oké, volgende dag. We zijn ready om met een buggy te racen op een bevroren meer. De buggy staat daar. Daar. Vera mag ook rijden. Dus dat is wel heel chill. Daantje is blij dat ze niet hoeft te lachen. We hebben eindelijk onze eigen kleding aan. Het is wel min 15 vandaag, dus het is kouder. Het is kouder dan normaal. Maar het is dope. Alleen, ja, dit is wel heel dope. En we gaan veel meer bewegen in plaats van stilzitten. Dus we denken dat als we de minder dikke jas aan hebben, dat het net zo warm is. We hebben iets meer laagjes aan. Maar we gaan eerst kneuren met een buggy om bevroren meer. Heel ziek. Lekker slippen ook, dit is echt heel ziek. Au. We zijn onderweg naar de buggy van Daniel en Danielle. Je ziet het niet, maar ze zitten vast in de sneeuw. Dus we gaan ze nu helpen. Ze hebben zichzelf goed ingegraven. In de diepe sneeuw. Zelfs zijn ze oké. Okay. Of niet, meid? Hè? Ben je oké? Okay? Ja. Nou, erin. Zoals je kan zien wordt het dus weer al donker en het is nu, het is 2 uur en de zon gaat alweer onder en we zien niet heel veel zon, maar het is wel een stukje helderder dan de afgelopen dagen, dus dat is heel chill. Dus je hebt hier zeg maar, zie je dat de zon weer ondergaat. Dus we hopen oprecht dat we het noorderlicht deze vakantie nog gaan zien. Goedemorgen jongens, we zijn het is vandaag donderdag, dus dat is de ene laatste dag van de tour. En we gaan vandaag het bos in. En we gaan weer op zoek naar het noorderlicht vanavond. Er zijn vanavond betere kansen dan gisteren. En we gaan dit vandaag doen met speciale schoenen. Sneeuwschoenen. Ze noemen dat hier sneeuwraketten. Dus we gaan vandaag lopen op deze dingen. En dan zou je dus niet door de diepe sneeuw moeten zakken, of in ieder geval een stukje minder. Dus we gaan kijken wat dat geeft vandaag. Morgen komt Snowy Mountain, dat is ook wel een heel erg hoogtepunt van de tour. Dus gaan we dus met de sneeuwscooter de bergen in, met enorm mooi uitzicht. Dus, we gaan het zien. De rest is ook bijna ready. Zelfs Daantje heeft er wat aan gedaan. Ja. Ready, Freddy?
doorlopen. Oké. Daar ging ik. Ik wilde dus zeggen dat we van een berg af moeten lopen. Als je hier kan zien. En met dat ik dat wilde zeggen, ging ik op mijn bek. Oké, maar we gaan dus even glijden. Hop. Oh ja, dat is toch moeilijker dan je denkt. Dat maakt niet uit. Het is wel echt heerlijk om zo door de natuur te wandelen. En als je echt stil bent, niks. Doodse stilte. Echt heel veel. Echt relaxed. Zoveel rust. Het is echt zo mooi hier. Dames en heren, echt avontuurlijk dit. Let op. We gaan dus met deze schoenen, wat al moeilijk lopen is, de berg omhoog. We hebben hier een touw. Daantje gaat achter me. Tim gaat voor. Let's go. POV bergklim. Ik wil aan deze kant. Niet. We gaan lang lopen. Ik ben zeer benieuwd hoe dit gaat. Ik heb het nooit gedaan. Maar we gaan lang lopen. In het donker. Door het bos. Een goedemorgen, dames en heren. We gaan bezig met de laatste dag. We gaan Snowy Mountain sneeuwscooter tochtje doen. Dus daar kunnen we dik 70 km de uur mee rijden. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik eerst even een nieuw bakje koffie halen. Want Daniel heeft die van mij omgestoten. Dus ik heb nog anderhalve bak gehad en dat is niet genoeg. Dus dat functioneert heel goed. Goed jongens, we staan stil. We zijn nu op het Lubivara Plateau. We gaan zo meteen daar de bosrand gaan we in en dan gaan we ergens omhoog. Naar de top van een berg, daar is het een kleine 430 meter hoog. We gaan dan tot de helft, drie kwart gaan we omhoog rijden. En dan gaan we de rest gaan we met de voet doen. En vanuit daar gaan we dus terugrijden naar beneden, of eerst lopen dan terugrijden naar het met een lodge en dan hebben we een kleine 80 kilometer gehad. Ben ik ook Insta-famous als ik... Nu ben je, als je Daniels foto's gebruikt, word je Insta-famous. Oh ja. Hoe is het met Tim? Toppie. Toppie. We gaan het zien. Oké. Ik hap van die sneeuwscooter af. En ik zak zo tot mijn heup. Jullie. Waar is hij nou? Oh, daar. Ik was jullie kwijt. Wat ik wilde zeggen. Dus ik stap net van die sneeuwscooter af. En ik zak zo tot mijn heupen in de sneeuw. Ze moeten oppassen dat ze me niet kwijtraken. Oh, chille. Heb hem, sorry. Ik moet een kleine moeite deze bergen op. Daniel loopt achter mij. Kom een beetje door. Het sneeuw is zo diep.
paar mooie video's geschoten. Een paar mooie foto's gemaakt op deze bergtop. Uiteraard backflips en sprongen. Want we zijn niet de normale toeristen. You are too strong, my friend. Vera ligt hier ook op de grond. Nee, we moeten graag op de grond. Vera, wat doe je? Ze heeft mij omgegooid. Wil jij even slapen? Oh, nee. Ik was mijn handen aan het warm maken, maar zij duwde mij. We zijn nog eentje kwijt. Freek verder nog proberen te zoeken. Normaal gesproken is stilte heel prettig, maar met deze tocht is stilte niet goed. Want als je achterblijft, maar je hoort de sneeuwscooter niet, dan ja, is er iets aan de hand. Dus Freek, ga hem nou zoeken. Je krijgt daar geen lucht. Nee, dat is warm, dat is koud. Ik weet het niet.